Leuk dat je gaat kijken naar een nieuwe aflevering van Kleine Praatjes. Je kan je trouwens abonneren op dit kanaal. Dat wil zeggen dat je op de hoogte blijft van de nieuwe video's die ik ga plaatsen. Dat kan door op de rode knop te klikken. Staat hieronder. Want het zijn gewoon je ouders. Dat ook in bed. Ja. Lijkt wel heel erg op elkaar. Van de engste met die donker, met die vogel. Ja. Heb je iets wat je leuk vindt om te doen? Dansen. Breakdansen. Je kan ook een beetje breakdansen. Wat leuk. En doe je dat vaak al? Niet zo vaak. Niet zo vaak. Maar je vindt het wel heel erg leuk om het misschien vaker te doen. Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Doe je ook andere soort dansstijlen of echt alleen maar een beetje breakdance? En ook een beetje meezingen. Ook meezingen? Met liedjes. Oké, okay. Hartstikke leuk. En Justin, wat voor dingen vind jij het leuk om te doen? De Lego en op mijn telefoon te kijken. Lego en op de telefoon kijken. Nou, dan ben ik heel benieuwd wat voor dingen nou jij maakt met Lego. Kan je daar iets over vertellen? Ik speel vaak met mijn ninja poppetjes. Oké, wat leuk. Dan maak ik er een huisje en ook echt gebouwen dat ze de slechteriken kunnen slaan. Ja? Wat gezellig, wat leuk. Is dat eigenlijk wel een beetje spannend, of niet? Met zo'n slechterik en zo. Of vind je dat niet zo spannend? Nee. Gewoon een beetje gewoon zo spelen. Oh, gewoon lekker gezellig spelen. Okay. En maak je dan ook wel eens met gebouwen of zo met de Lego? Ja. Maak je ook. Okay. En dan kunnen ze dan bijvoorbeeld in schuilen. Ego en je vond op je mobiel kijken. Ja. Vind je leuk? En dan vraag ik me af, wat staat er dan op je mobiel wat je zo leuk vindt? Zitten er spelletjes op? Spelletjes. En liedjes. Oké. Okay. En wat voor liedjes? André Hazes liedjes. Oké. Okay. Ben je echt een André Hazes fan? Wat leuk. Ben je ook André Hazes? Vind je dat ook leuk? Alleen die rappers zingen. Nog een keer? Alleen die rappers zingen. Oh, alleen die rappers zingen. Ja, nee. Dat hoort ook wel een beetje bij breakdance natuurlijk. Ja. Hè? Dus dat snap ik dan wel. Ja. Maar wel een leuke muziekkeuze. Allebei eigenlijk wel heel grappig. Ja. En hebben jullie ook een voetbalclub wat jullie leuk vinden? Of houden jullie niet zo van voetbal? Real Madrid. Oh, je hebt gelijk een hele grote gedachte. Kijk eens. En als je het in Nederland moet houden, welke club vind je dan leuk? Of vind je eigenlijk alleen maar de buitenlandse clubs leuk? Ook Manchester City. Manchester City, oké. Okay. En nog een andere club? Een Ajax of een Feyenoord? Of heb je niet zo van de Nederlandse clubs? Messi. Dat is een goede speler. Okay. En heb jij een favoriete voetbalclub? Of ben je niet zo voetbal? NAC. Oké. Okay. Leuk. En ga je er wel eens naartoe? Soms. 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 Met mijn opa en op Ryan. Oké. Okay. Nou, leuk. Heb je ook zo'n seizoenskaart zoals het dan heet? Of ga je gewoon af en toe een keertje? Af en toe een keertje. Met je opa. Gezellig. En zij is een beetje goed, NAC. Ja? Ben je zo goed? Heb jij even... En Obi, die voetballer soms ook. Oh, echt waar? Oké. Okay. En doe je zelf ook voetballen? Ik kan heel goed. Soms. Trampoline. Op de trampoline voetballen? Ja. Oh, echt? En wat doe je dan? Trucjes en zo? Wat leuk. En jij zegt dat je ook voetbal vind je ook leuk om te doen? Ja. Doe je dat vaak? Okay. En dan met vrienden of zo? Lekker buiten spelen. Oké. Gezellig. Dat is wel ook veel leuk. Voetballen. Ja. Andere sport wat je zegt van nou vind ik leuk om naar te kijken of dat vind ik leuk om uit te voeren? Ik ga wel op naar zwemles. Je gaat naar zwemles? Nee, ik zit al op en daarna ga ik op turnen. Oh, dus je doet, zwemmen doe je? Ja. En nu, turnen? Nee, ik zit nu aan het zwemmen altijd op donderdag. Ja? Ja? En na zwemles als ik mij... A en B heb, ja? Dan ga ik op turnen. Dan ga je turnen. Dus je moet even A en B diploma halen. Ja. En dan vind je dat genoeg, dan zwemmen, dan ga je op turnen. Ja. Nou, vind ik een mooi deal. Ja. Heb je dus al? Nee. Nog niet, bijna? Ja. Oké, okay. Dan hoef je alleen nog maar B en dan ga je op turnen. Ja. En vind je turnen dan leuker dan zwemmen? Heb je wel eens geturnd of wordt het dan ook de eerste keer? Nog nooit. Nog nooit, dus dan moet je even kijken of je het allemaal wel leuk vindt. Ik wil wel onder salto's. Wel salto's, ja, dat zijn wat leuke salto's maken. Ja. Nu
niet op trampoline, gewoon in zand. Oké, in de zand, zand springen. Ja. En van die hele hoge salto's, helemaal in de lucht of gewoon op de grond? Helemaal op de lucht. Helemaal op de lucht, kijk zo. Dus hij maakt het wel echt spectaculair. Oké. Hou jij ook van turnen? Nee. Nee. Heb je een ander sport wat je dan leuk vindt? Ik zit nu op zwemles. En als ik daar klaar mee ben, dan ga ik naar MMA. MMA? Ja. En wat is MMA? Eigenlijk alle vechtsporten door elkaar heen. Echt waar? Dus je kan gewoon niet kiezen, je doet gewoon MMA en dan is het alles door elkaar heen. Ja. Oké, okay, grappig. En wat voor vechtsporten moet ik dan allemaal aan denken? Judo. Judo, ja. Boksen, kickboksen. Dat weet ik niet meer. De rest weet je even niet. Hoe ben je daar ineens zo bij gekomen, die sport? Want het is me niet echt een sport wat je zo heel vaak hoort. Want ik zit daar op zwemles en dan is er ook zo'n hokje bij MMA. En daar ben ik al een keer mee te oefenen. Ah, dus je hebt het een keer gezien toen je klaar was met zwemles. En toen dacht je, hé, dat vind ik leuk. Ja, wil ik ook heb het twee keer gedaan bij een feestje. En toen mocht het ook nog een keer van mama. Oké, okay, hartstikke leuk. En vind je dat niet spannend dan? Een klein beetje. Ja, een klein beetje. Want ben je niet bang dat je dan helemaal een gezicht, klap in je gezicht krijgt en zo? Of mogen ze gezicht dan gaan we tegen boksballen met boxhandschoenen. Ja, dat is wel verstandig. Hè? Eerst zeggen we de boksdingen. Wat leuk. Dan geef ik jullie allemaal high five. Ik vond het ontzettend leuk als jullie er waren.